Een 41-jarige vrouw uit België is zaterdagavond omgekomen bij een ongeluk in Balen-Nassau. Ze zat in een auto met 4 anderen. Toen ze over de Boshoveringring reden, is de auto plots stilgezet en de vrouw stapte uit. Er kwam een andere auto aan op dezelfde rijbaan en die kon de stilstaande auto niet meer ontwijken. Hij knalde erachterop en de vrouw werd ook geraakt. Ambulancemedewerkers hebben nog geprobeerd de vrouw te redden, maar dat lukte niet meer. Een van de andere inzittenden, een 42-jarige vrouw uit Nieuwegein, is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurders waren niet onder invloed, zegt de politie. Er is ook niemand aangehouden. Waarom de vrouw uit is gestapt, is nog niet bekend. Bij het woonwagenkamp en het Orgelplein in Eindhoven zijn zaterdagnacht schoten gehoord. Er zouden ook kogelhulzen zijn gevonden. Agenten deden onderzoek op en rondom het kamp. De politie zegt dat er niemand gewond is geraakt. Wel hebben ze wat interessante dingen aangetroffen in de woonwagen, zeggen ze, maar wat precies willen ze niet vertellen. Een Range Rover is zaterdagavond in vlammen opgegaan in Den Bosch. Rond 11:15 werd het vuur ontdekt. De brandweer kwam snel, maar de auto was niet meer te redden. De auto stond naast een kerk waar een uitvaartonderneming in zit. Daar was eerder deze week ook al een verdachte situatie. Wat precies is niet bekend. Er wordt rekening gehouden met brandstichting. Op een carpoolplaats in Veghel stonden zaterdagochtend vroeg ook 2 geparkeerde auto's in brand. De brandweer heeft het vuur geblust. Mogelijk was het brandstichting omdat bij allebei de auto's de brand onder de motorkap begon. Een bergingsbedrijf heeft de auto's meegenomen.